een avontuurlijke ruimtevaarder. Ben je klaar om over het leven op Mars te leren? Jullie planeet Aarde is echt heel bijzonder. Het is de enige wereld in het zonnestelsel waarvan het bekend is dat er leven voorkomt. De Aarde heeft enorm veel soorten leven. Er zijn planten, dieren en mensen. Maar wat betekent iets levens? Laten we nadenken over jullie mensen. Jullie ademen zuurstof, drinken water en eten voedsel. Jullie bewegen en groeien met de tijd. Jullie maken nieuwe, kleine mensen. En jullie, produceren afval. Dieren en planten doen soortgelijke dingen, maar op verschillende manieren. Jullie zijn allemaal zeker levend. Hoe zit het met mijn ruimteschip? Het heeft brandstof nodig, net zoals jullie voedsel nodig hebben. En het beweegt zeker echt heel snel. Het produceert zelfs wat afval, maar het hoeft niet te groeien of nieuwe babyruimteschepen te maken. In mijn ruimteschip zitten radertjes, apparaten en veel draden. Het is niet levend, het is een machine. Soms is leven heel moeilijk te vinden, vooral als het klein is. Sommige wezens die leven op jullie planeet zijn zo klein dat je een microscoop nodig hebt om ze te zien. Maar ze zijn toch levend. Dus is er ergens anders dan op aarde nog meer leven in het zonnestelsel? Laten we naar Mars vliegen om dat te onderzoeken. De laatste keer dat ik Mars bezocht, zag ik droge rivierbeddingen. Er moet in het verleden veel water zijn geweest. Levende wezens houden van water. Dus zou er ooit wat leven geweest zijn? Laten we eens dichterbij gaan kijken. Ik denk dat er hier een lange tijd geen water is geweest. En het oppervlak is niet al te vriendelijk voor leven. Het is echt koud. En mijn sensoren vertellen me dat er veel gevaarlijke straling van de zon afkomt. Ik zou mijn ruimtehelm niet willen afdoen. Maar zou er klein microscopisch leven onder de oppervlakte zijn, waar het veiliger is? Oh nee, ik heb niets om onder de oppervlakte te gaan onderzoeken. Maar maak je geen zorgen, want mijn menselijke vrienden van het European Space Agency zijn ermee bezig met hun ExoMars-missie. ExoMars zal niet één, maar twee missies naar Mars sturen. De eerste zal worden gelanceerd in 2016. Deze missie bestaat uit een satelliet en een lander genaamd Schiaparelli. De lander zal naar de oppervlakte worden gestuurd om te laten zien hoe ruimteschepen kunnen landen op Mars en helpen bij de voorbereiding voor grotere missies in de toekomst. De satelliet gaat in een baan rond Mars vliegen en de dunne atmosfeer onderzoeken naar tekenen van afvalgassen, van minuscule levensvormen of dat gassen ontstaan uit chemische reacties van warme, vochtige rotsen onder de oppervlakte. Het is een slimme manier om uit te vinden of er nog steeds leven is op Mars. Aan de oppervlakte zal Schiaparelli het weer checken bij de landingsplaats, waaronder het meten hoe sterk de wind is. Een paar jaar later zal de tweede ExoMars-missie worden gelanceerd naar Mars. Deze missie laat een wagentje landen dat als allereerste zal boren onder het rotsachtige oppervlak van Mars om daar onderzoek te doen. Het gaat op zoek naar leven dat er nu is of er in het verleden was. Dus als er Marsbewoners bestaan, moeten ze heel, heel klein zijn. En misschien krijgen we ze snel te zien. We hebben ontdekt wat iets levends maakt. En dat Mars een goede plek zou kunnen zijn om te zoeken naar kleine levensvormen. Onder de oppervlakte is de beste plaats om te kijken. En dat is precies wat de ExoMars-missie zal doen.